Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe achteraf video hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Op de achtergrond gameplay zie je gewoon een lekker Modern Warfare 3 potje spelen met de VAT en de MP9 qua secondary. En in deze video ga ik een paar keer dood door mijn eigen schuld. En ik ga een paar keer dood door bullshit. En ik ga een paar keer dood doordat ik gewoon niet zit op te letten. En dat is nou precies waarover ik het wil gaan hebben vandaag. In deze video. Want racers in Call of Duty heb je natuurlijk. En iedereen heeft wel eens geraced terwijl die Call of Duty aan het spelen was. En voor de mensen die niet weten wat rage is natuurlijk dat je boos wordt op het spel door bullshit, door jezelf. En dat je bijvoorbeeld je controller door je kamer gooit, dat je door je beeldscherm heen slaat of whatever. Dat is rage, dat je gewoon boos wordt op het spel dat je aan het spelen bent. Bij Call of Duty rage je heel veel mensen. Bij Battlefield rage je heel veel mensen. Mooie granaat Jan, prachtig. Bij League of Legends ook rage je heel veel mensen. Bij elk spel rage je heel veel mensen. En je hebt twee, eigenlijk drie soorten mensen qua ragers. Je hebt één soort groep, daar zitten niet heel veel mensen in en die spelen het spel puur voor hun plezier. En ook al gaan ze 0 om 30, het boeit ze geen reet. Dat is de kleinste groep. Je hebt een tweede groep, daar zit ik in. Dat is een groep die normaal gesproken gewoon denkt van, weet je, ik ben dood gegaan, fuck it, we spannen weer opnieuw in en we gaan gewoon weer verder. En bij sommige deads denken ze van, holy shit, what the fucking bullshit, kut spel. Daar zit ik in. En je hebt nog een derde groep mensen. En die zeiken serieus om elke dead die ze krijgen. Om elke dead. Als ze doodgaan door Deadman's Hand, schreeuwen ze kapot hard, gooien ze hun controle door de kamer heen. Als ze doodgaan doordat ze gewoon 100 kogels misschieten in een light machine gun, schreeuwen ze door de kamer heen, gooien ze hun controle door een beeldscherm heen. Als ze doodgaan door een no-scope across the map van een sniper, gooien ze hun beeldscherm het raam uit. Is hun beeldscherm kapot, kunnen ze niet meer gamen, worden ze boos. Dat is de derde groep. En de tweede en derde groep is ongeveer gelijk verdeeld. Dus je hebt mensen dus die plezier hebben in het spel en het niet zo heel veel boeit als ze doodgaan. Dat is de helft van de mensen. En je hebt een andere groep die zeiken om elke dead. Dat is ook ongeveer de helft van de mensen. En daar wil ik het precies vandaag over gaan hebben. Want rage hoort bij Call of Duty. Maar rage door je eigen schuld niet. Je kan natuurlijk boos worden op Call of Duty. Doordat je doodgaat door Deadman's Hand. Dat is logisch. Deadman's Hands is kapot harde bullshit. Je kan racen in Call of Duty doordat je doodgaat door Final Stand. Dat is gewoon kapot harde bullshit. Je kan doodgaan in Call of Duty doordat je doodgaat door een no-scope across the map van een sniper die 3 wallbangs maakt in 1 kogel. En daardoor killt op een 29 gunstreak. Dat mag. Dat hoort bij Call of Duty. Maar ik vind niet dat je mag racen op het moment dat je gewoon doodgaat door je eigen schuld. En dat zie ik altijd heel veel mensen doen in Call of Duty. En dat vind ik echt de grootste bullshit die er is. Als je gaat racen door je eigen schuld, dan is het dus eigenlijk zo dat je boos wordt op jezelf en jezelf voor je kop wilt slaan omdat je gewoon mongolisch bezig bent. En ik lach er meestal om. Als ik dood ga door mijn eigen schuld, denk ik van, oh shit, ik ben dood gegaan. We proberen het gewoon opnieuw en volgende keer letten we wel wat beter op. En ik geef ook altijd de tip aan jullie. Probeer, als je aan het spelen bent, vooral bij Call of Duty, nadenkend te spelen. Blijf overal op letten. En ga niet er mongolisch op afrennen. Als je weet dat er 5 enemies voor je staan. Want dan weet je ook gewoon 100% zeker dat je doodgaat. Je kan niet 5 enemies killen in Call of Duty. Terwijl je gewoon frontaal naar ze toe loopt. Als je ze in een ruggetje pakt, dan kan het wel. Dan kan je ze gewoon backreep. Maar als je ze frontaal pakt, dan is het onmogelijk om die kills te krijgen. En racen hoort dus bij Call of Duty. Maar je moet dus niet racen als je eigen schuld is. En ik had een competitive team natuurlijk. Die heb ik nu niet meer, want het is uit elkaar gegaan. En ik vond dat mensen in mijn competitive team niet mochten racen als we een wedstrijd aan het spelen waren. Als we gingen racen, dan zei ik, hou je fucking back lul, ga je concentreren. Want op het moment dat je boos begint te worden op het spel, kan je niet meer goed spelen. Ga je meteen slechter, haal je meteen een negatieve score. En dat komt omdat je dan niet meer gaat opletten. Je denkt ook, fuck it, ik ben toch al boos, we gaan er gewoon op af, we gaan kijken wat we kunnen doen. Oh shit, ik ben weer dood, domme kutspel. En dan kan je niet meer concentreren, ga je dood. Dus ik had een competitive team. En ik zorgde er ook voor dat de mensen die in mijn competitive team zaten, niet aan het racen waren. Ik zit ook altijd in een Skype gesprek met allemaal verschillende YouTubers. Spelen we ook heel vaak gewoon even samen Modern Warfare 3. Of bijvoorbeeld in een livestream. En ik zorg ervoor dat niemand gaat lopen racen. Want dan weet je meteen dat ze slechter gaan spelen. En zo kan ik nog wel uren doorlullen over dat soort onderwerpen. Maar als je gaat racen, ga je slechter spelen. Zo makkelijk is het. Dus als jij een goede score wil halen, moet jij spelen zonder dat je boos bent. Want als je boos bent, kan je geen goede score meer halen. En het is ook bij mij zo. Als ik boos word op Call of Duty, doordat ik bijvoorbeeld 10 lobby's achter elkaar een hacker tegenkom, doordat ik bijvoorbeeld 20.000 sessie joiners in mijn potje zitten,
Doordat ik bijvoorbeeld 10 keer achter elkaar doodga op een 23 gunstig, terwijl ik bij mijn Moab heb. Dan hoor je één piepje in mijn kamer. En dat is het piepje dat mijn PlayStation 3 uit wordt gezet. Want ik heb geen zin om boos Call of Duty te gaan lopen spelen. Want dan heb je er ook geen plezier meer in. En als je geen plezier meer hebt in Call of Duty, dan speel je het eigenlijk voor niks. Want dan heb je er toch niks meer aan. Want je speelt Call of Duty voor je plezier. Dus ik weet niet of jullie dit commentaar nog snappen. Maar ik heb toch geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. Dat race je hoort als je doodgaat de bullshit. Maar race je niet hoort als je doodgaat door je eigen schuld. En ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik heb het echt zo mooi mogelijk proberen uit te leggen. Maar je ziet hier ook op de achtergrond. Ik ging daar ook weer dood door mijn eigen schuld. En het is gewoon zo. Je moet opletten terwijl je aan het spelen bent. 9 van de 10 deaths in bijvoorbeeld Black Ops 2 zijn je eigen schuld. 8 van de 10 deaths in Modern Warfare 3 zijn je eigen schuld. En de meeste bullshit deaths die je krijgt, daar moet je ook gewoon om gaan lachen, omdat het de grootste bullshit is die er bestaat. Als je doodgaat door Deadman's Hand, dan is het gewoon echt mogolisch. Maar als je daarom boos wordt, dan word je na een tijdje ook boos doordat je gewoon doodgaat door een PKP Pechneck die je killt terwijl die er gewoon op afrent. En ik hoop dat jullie het snappen. Dus als jij zelf een racer bent en je voelt je aangesproken door dit videootje, ga proberen minder te racen. En je zal zien dat je betere scores haalt. Dat was het onderwerp voor vandaag. Ik hoop dat jullie er iets van hebben geleerd. Het was echt gewoon het meest rare commentaar ooit. Want ik heb heel veel dingen proberen uit te leggen. Maar ik hoop dat jullie het snappen. Daar komt het op neer. En als je het hebt gesnapt, als je het hebt gesnopen, laat dan een duimpje omhoog achter voor meer achteraf filmpjes. Eindscore 49 om 13. Tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.